gerekend op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, was mijn vader thuis omdat mijn moeder ziek was. En hij kreeg van de toenmalige huisarts dokter Galema een briefje mee voor de burgemeester dat hij niet gemist kon worden thuis. En hij kreeg verlof. Terwijl de Duitsers al richting Koevangen liep, bij wijze van spreken. Ik was 12 jaar toen de oorlog begon en ik woonde in de Vosbergen. Toen de oorlog begon was ik 9 jaar. Ik woonde aan de Vosberglaan met mijn ouders, met mijn zus. We waren nog gasten omdat mijn ouders een pensioen hadden. En zo hebben we met elkaar dus zijn we de oorlog ingegaan. Nou, ik was 11 jaar en ik woonde op de Zeemuiderweg. Mijn pa was fietsenmoker. Dus die was wel bekend in de oorlog. Ja, het was wel oorlog, zeiden ze, maar daar was ik te jong voor om te begrijpen wat dat allemaal inhield. Mijn vader had een kwekerij, hier, waar we nu zitten, en ook waar we toen woonden, aan de Hoofdweg. Dus we hadden een kwekerij, we hadden kippen, hier hadden ze boerderij, koeien, varkens, wat zo dan daar mocht. Op de boerderij, en daar heb ik de oorlog bewust meegemaakt, hebben ook veel mensen geholpen met melk. Koren gingen we stieletjes dorsen op zondag. Want anders kon er iemand langskomen die het hoorde. En daar kregen ook wel mensen wat van. Gingen we zelf brood bakken. Bij Corpus ten Hoorn, daar was een afscheiding van de weg. En daar stonden de Duitsers vaak met patrouilleren. En wij kwamen met een groepje kinderen kwamen wij van de school richting Eelde. En er reed een man voor ons op de fiets. En die werd gesommeerd dat hij af moest stappen. Maar dat deed hij niet. Hij stapte niet af. Hij fietste door en nog eens een keer geschreeuw en nog een keer gedoe. En nou, voordat we wisten wat er gebeurde, de geweren die kwamen van de schouder en ze schoten die man zo van de fiets af. Maar de scholen die gingen door tot ongeveer 1944. Toen kwamen de Duitsers, die kwamen geloof ik overal in de scholen, die werden ingekwartierd. En die zochten alles, zo'n hele school, die ging niet meer naar school, de Paterslandse school werd gesloten. Maar niet dat we veel last hebben gehad van de Duitsers. Okay. Wel later kwamen ze in de villa, waar wij tegenaan wonden. En toen werd die weg werd afgezet, want ze wilden niks meer daar naartoe hebben. Het laatste gedeelte van de oorlog, toen de gevechtsvliegtuigen van het vliegveld daardoor vaak luchtgevechten kwamen in de buurt ook. En ja, dat was wel heel angstwekkend en vooral ook de vele vliegtuigen die van Engeland overkwamen naar Duitsland. Dat was, als kind was er erg angst aan jagen, dat je dat 's nachts hoorde en zo. Gewoon kwam de berichten binnen via de ondergrondse of via de radio en op een gegeven moment hoor je vanuit het zuiden hoor je wat aankomen. We wisten wel dat de bevrijding aanstaande was, omdat je natuurlijk uit geruchten hoorde dat ze van het zuiden kwamen, dat ze bij Assen waren een paar dagen voor die tijd. Want toen kwam het hoofd van de Duitsers, van het vliegveld, die kwam bij ons zitten. En toen ineens zei hij, hoor je ze juichen? Toen gingen de eerste tanks gingen al over de Grootweg. En dat konden we heel duidelijk horen. Het was dus morgens al duidelijk dat ze bij de punt waren ongeveer. Toen moesten was er nog wel oponthoud bij het vliegveld. Daar is nog wel extra gevochten. En je kon op een, ja, rond de middag hoorde je eigenlijk het lawaai van de tanks. Er was een enorm lawaai, die rupsbanden over die betonweg. Maar ondanks het feit dat de bevrijding en iedereen zei, jongens, je moet thuis blijven en je moet onderduiken, was ik met mijn pa hier op deze kwekerij. Mijn pa was zo van, oorlog of geen oorlog, ik moet het werk. Dat ging voor de rest. Mijn vader was ook nog op pad geweest. En die werd ook al aangehouden met een getrokken revolver. Maar mevrouw Kraus, die toen nog op de villa woonde,
die heeft het verijdeld, anders was hij doodgeschoten. Toen waren we achter op de tuin, waar nou dus de valstuin ben, aan het Oosterlaan. En dan kijk je zo over het land heen richting de Lemverdingen en dan richting de Vospuin. Ja. En daar was dan op een gegeven moment zo'n enorme explosies, dat de bomen die vliegen dus boven het bos uit. En toen vliegt die boom door de lucht in. Ik zeg maar iemand naar roes. Ramen waren eruit en de deuren zaten door de luchtdruk van de knal, waren ze dicht gegaan. Dus ik heb mijn hele omrit door het Lemvoorde gemaakt, toen zo ben ik weer in roes gekomen. En, maar ja, toen kwam de Canadezen en die begonnen te schieten. Dus we moesten nog, bij ons uit mijn houden, diepe sloop langs. Er zitten nou allemaal buizen in. En toen ben je weer inkomen. Het was zelfs zo, dat waar nu de Nieuwe Akkers is, daar zaten nog Duitsers verscholen. Wat wij niet wisten, toen moesten we allemaal weg. Al heel veel Duitsers. En die lagen op een weggetje even voorbij onze boerderij. Het was natuurlijk wel de spanning dat die Duitsers die er nog rondzwierven, dat die overmeesterd werden. En dat maakt het wel een beetje spannend ook, allemaal met elkaar. Toen kwamen ze er allemaal aan met handen omhoog, met een grote boom, er zaten allemaal vuurroden op. Al schietende zijn ze toen met die tanks voorop het dorp binnen gegaan. Met het dramatische gevolg dat een mevrouw die in Paterswolde voor het raam stond te kijken, kreeg een van die kogels kreeg ze in haar keel en is daardoor overleden. Dat was een heel trieste ervaring. Nou, dus de Dunanweg is, achter die boerderij die er toen stond, daar stonden een aantal kanonnen in die schoot, dus vanaf de 14e tot en met 15, 16 op Groningen. En daar lag mij er precies onder, dus dat was wel enorm lawaai. Daar stond een zwaar geschut en dat ging over onze hoofden heen. Maar dan om de zoveel tijd werd er van Groningen werd er weer teruggeschoten en een enorme knal. Dat we die hele nacht hebben toen in de wc gezeten, dat het heel spannend was allemaal. Groningen, dat kostte veel tijd met die gevechten daar, dat heeft een paar dagen geduurd. En met gevolg dat het bleef stokken, ook in heel de Paterswolde, waardoor veel militairen, en die waren meest Canadezen, bleven dus hier bij ons in het dorp wonen. Die werden overal neergezet en ondergebracht en scholen en nou, die zaten overal. De keukens van de Canadeer. Daar heb ik dus bitterbrood gehad, met suiker erop, chocola, chewing gum, oftewel kauwgom. Als ik bitter chocola, dan ruik ik eerst even en dan denk ik, oh ja.